Als Sinterklaas in Nederland is, moet hij natuurlijk wel ergens kunnen verblijven. Hij is niet de hele dag bezig met schoenen vullen en cadeaus rondbrengen, dus zijn vrije tijd brengt de Sint door in de Mariekestraat in Nijmegen. Daar staat namelijk het huis van Sinterklaas. De Goedheiligman is heel erg tevreden met zijn tijdelijke onderkomen. Ik vind het een geweldig huis, want jullie hebben wel begrepen dat normaal sta ik in de kapel, maar die moest dit jaar verbouwd worden. En wat ze hier gemaakt hebben, ik ben er echt van onder de indruk. Het is gezellig, heel veel leuke mensen, heel veel leuke kinderen. Dus ik ben er wel heel blij mee. Wat ik vooral krijg van de kinderen zijn hele mooie tekeningen. We hebben er hier een paar in het boek. Het zijn fantastische mooie tekeningen. En die neem ik dan mee naar het huis toe waar ik 's avonds slaap. En dan heb ik boven mijn bed een hele grote wand en daar hang ik alle tekeningen op. En als ik daar dan naar kijk voor ik slapen ga, dan word ik helemaal rustig en dan slaap ik als een roosje. Hoewel het huis van Sinterklaas woensdag pas openging, staat de hele Mariekestraat al vol met kerstversiering. Maar dat vindt de Sint niet zo erg. Ik vind het gewoon gezellig. En natuurlijk hoop ik dat iedereen nog heel veel jaren plezier blijft houden aan dit leuke feest. Maar ik vind het prima dat er ook wat kerstversiering hangt, als het maar in mooie kleuren is. En daar gaat het toch om. En het gaat ook om elkaar wat te gunnen, leven en laten leven. Dus ik vind het prima dat de kerstman al nu laat zien dat er over een paar weken het gezellig in Nijmegen is, maar dan met een kerstfeertje.